De firma Moussi Issa heeft in verband met haar 85-jarig bestaan de zorgwerkers van het Diakonessenhuis een aandenken geschonken. Het gaat hierbij om het schilderij Grand Tangi van kunstenaar Riedaal. Robert Issa, directeur-eigenaar van de firma Moussi Issa, zegt dat zijn bedrijf het bijzondere COVID-19 zorghelden-initiatief van Riedaal ondersteunt. Daarom krijgen de zorginstellingen in Suriname een reproductie van dit schilderij van Moussi Issa. Een blijvende herinnering aan de onbaatzuchtige inzet van alle mensen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het beheersen van het nieuwe coronavirus. Dat zijn zowel verplegend personeel, doktoren en iedereen in de ziekenhuizen die zich liefdevol inzetten voor beterschap van de patiënten. Tevens hebben wij gemeend gedurende het komend jaar 2021 aan het verplegend personeel en alle overige personeel van onze zorginstellingen een tegemoetkoming van 10% korting toe te kennen op hun inkopen bij Moussi Issa in Paramaribo en in Nigeria, op vertoon van een foto-ID van de desbetreffende zorginstelling. Tot slot willen wij de gemeenschap op het hart drukken de regels in verband met COVID-19 te respecteren. Daarbij in gedachten houden dat onze zorghelden elke dag en elke nacht risico's lopen en door een grote toevloed van patiënten overbelast zullen raken. Algemeen directeur Clyde Cairo van het Diakonessenhuis vindt het gebaar van Moussi Issa fantastisch. Het schilderij geeft volgens hem de situatie aan waarin we ons nu bevinden. Het is een goede herinnering aan 2020. Het is een goede herinnering van ons dat er een COVID-situatie is. En, maar meer nog meer geeft het aan. Een stukje, denk ik hoor, dank aan de frontliners van ons. Toch? Voor hun inzet, voor hun toewijding, voor de zorg van COVID-patiënten. Algemeen directeur Clyde Cairo van het Diakonessenhuis. De firma Moussi Issa heeft vandaag een reproductie van het schilderij Grand Tangi aan het ziekenhuis geschonken.